Hallo mensen van The Awesome Gaming Channel, welkom bij een nieuwe aflevering van Spyro Our Heroes Tale. En volgens mij zag ik daar wat, maar ik weet niet wat. Nou, het zal wel. En ik ga weer naar beneden, ja hoor. Maar ja. Ik heb dus even gekeken van wat er hier zo te doen was in Skyloft, als ik het goed heb. Ik weet echt niet meer weten hoe ik het zeg, maar ja. Dat boeit mij allemaal niet. Hey, kutbeer, hou je bek. Ah, sorry man, ik moest even niezen, maar... Ja, het kan gewoon gebeuren, hè. Maar ik weet echt niet wat ik hier nog meer moet doen. Wat de fuck is daar zo aan de hand? Oh, niks, oké. Okay. Maar eens even kijken, dan weer naar elektriciteit. Duurt er langer voordat ik hem kapot gemaakt heb. Maar ja, het is het wel waard. Nou ja, altijd mooi dat elektriciteit, gewoon zo de hele tijd. Ja, oké dan, boom, die is ook alweer kapot. Die heb ik geen eens gezien, maar ja. What the fuck is dit? Ja. Fuck. Oké. Ja, nu nog naar die andere. Oké. Wil ik nog meer dan? Die heb ik al gedaan. Oké, wat de fuck was dat? Nee, ik wil niet meer terug. Oké dan. Huh? Oh, die dingen zijn erbij gekomen, zeker. Nice. Oké, nu kan ik tenminste weer een stukje verder. Waarom kan ik dat klote gootje niet raken? Dan maar met vuur. Toch daar zo ergens gestopt als het goed is. Maar de gozer is er zeker dan weer, hè? Ja, die moet dan weer zijn. Wat een fucking bitch is het ook dan. Wat haat ik dit. Ik begin niet te haten op Spyro, maar gewoon nu over de algemeen enemies daar. Oh ja, wacht. Zo moest het. Oké, waar kan ik nu allemaal naartoe? Ik wil het echt niet weten. What the fuck? Wat hel is dat? What the fuck? Wat is dat? Ik denk dat we dat zo meteen gaan uitvinden. Auw! Ah. Double jump. Niet één keer, niet drie keer, maar twee keer voor die dubbele jump. Hè. Ja, nee. Oh, kut. Kut. Waarom raak ik... What the fuck? Ging er nou opeens uit? Leek er wel op. Ja, gaat hij opeens weg? Huh? Oké, dat is gewoon een what the fuck. Ja, kom op. En dus dan... Oké. En ik ben er langs hoor. Maar ik vertrouw die gast echt niet. Kijk, zie je? Nu vuurt hij alweer op mij. Wat een klootzak ben je ook, hè? Ja, jij ook. Wat de... Oké. Die zien we nooit meer terug. 1, 2 en snel. Yes, oké.
Oh, wat heb je toch altijd een hekel gehad aan die... Wat? Dit is een kutdraai. Ik weet niet wat er met dit spel is, maar... ik haat dit. Als het gebeurt van die draaien opeens. Ja, kom op. Oké, die was mis. Lekker voor je dikzak. Kom op, haal het, haal het. Doe het voor de rijtjaam. Ja, kom op. Yes. Ik heb hem. De 24ste rijtjaam. Ik heb hem. Nu kan ik eindelijk doodgaan in de rust. Oh nee, wacht. Toch niet. Hè? Dus ik denk nog wel dat ik de supercharge nodig heb voordat ik hier zo ergens verder kan in. Wat een fucking kutlag. Godverdomme. Serieus. Maar ja. We blijven hier nog wel een paar afleveringen met deze draak. Eén of tweetje. Een eentje of een tweetje. Eentje, tweetje, drietje. Kom op, gooi maar. Lekker mis, dikke. Oké, maar deze zijn erbij gekomen. Daar ben ik best wel blij mee. Wat? Moet ik weer helemaal hier zo beginnen, hè? Godverdomme. Oké. Dit slaat echt helemaal nergens op. Wacht even. Zo, even lekker drinken. Voelt altijd goed te drinken. En ik hoor dat iemand boven aan het eten koken is. Vast mama. Dan kan ik eindelijk weer eens eten. Ik heb al sinds 12 uur niet meer gegeten. Het is nu bijna 6 uur. Dat is best wel lang voor mij. Dood, motherfucker. Oh, wacht, zijn dit niet van die... Nee, het zijn niet van die platforms. Maar jij gaat wel dood. Ha, 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 ha. Sterp. Nee, jij valt er niet van af, Spyro. Oké. Kom op, spring, spring in de zand. Yes. Fuck, oh dat is een gem, ik dacht al, wat de fuck is dat? Ik dacht dat ik iemand erbij zag staan, maar dat was dus niet zo. Yes, oké, ik ben door. Ik moet echt meer eens van die lockpicks gaan kopen. Oké, wat de fuck doet dit? Dat doet dat, oké. Even er langs, die gems lopen allemaal. Oké, kom erop. Wordt nu weer normaal of zo? Nee, nee! Jij fucking kutvee! What the fuck? Oh, ik heb hem dus niet opgeslagen. Oké, ik zag niet waar ik naartoe ging. Dat geef ik toe. Man. Echt waar. Zeg, kut als niet zo'n gebied kent. Ben daar nog nooit geweest en opeens kom je daar. Denk je zo van, waar de fuck moet ik naartoe? Ik weet niet ongeveer wel, maar... Kom op. Gum nou eens even wat... Van Spyro. Kom op, gooi maar. Ja. Boom, die is weg. Oké, hoeveel episodes zitten we eigenlijk al hier zo? 3? 2? Ik weet niet. Kut hoger, of wat je ook nog zijn.
Oh, wacht, laat ik maar even teruggaan. Want daar zit volgens mij zo'n vee. Die me wel wil gaan helpen. Ja, zie je. Oké. Ik pop wel even een paar van die lockpicks van je. Ja. Oké, open ik als eerst deze, want ik weet echt niet wat erin zit. Maar ja. Oké, light jam, mooi. Dus, ik moet echt meer lockpicks gaan hebben. Kopen, wat dan ook. Ja. Oké, mooi. Hier zo langs. Op, op. En dash. Jij gaat dood. Cause life's a bitch. Life's a bitch, but I keep on trunking. Life's a bitch. Sterp! Ik zeg het wel met een Duits accent, maar ja. Een Duits leren zou je moet beter gaan leren. Ik zei van oké. Woehoe, 21! Dat is een heel erg mooi getal hoor. Geef toe, 21, een fucking mooi getal. Hey gozer, wat moet jij hier? Oké, jou kan ik tenminste wel goed vermurden. Hopelijk kom ik nog wel bij die light jam in één keer. Jij maakt mij gewoon echt zo fucking pissig, hè? Oké, dus dan gewoon in één keer zo. Oké, hij staat al ons zo op te wachten. Dus dan vlieg ik zo. Dus dan draai ik me snel om hem te vermoorden. Hé, hey, dat werkt goed. Ah. Wat mooi is het toch. Oh ja, ik kan weer bijna twee van de lockpicks halen. Als ik dus dan telebankier. Wacht even, kan ik hem ook zo aansteken? Nee dus. Sorry van de boer, maar dat moest even. Moest eventjes. Ja, oké, waar gaat hij naartoe? Naar daar. Wauw! En dan dacht je zo van, nou hoe de fuck kom ik daar? Wordt gewoon naar hem toe gebracht. Hoe awesome is dat? Ja, ja, heel erg awesome. Nou. Wauw. Ik heb best veel gedaan in deze aflevering, joh. Maar aan elke goede aflevering komt ook weer een einde. Want ik denk als ik daar zo op sta, dat ik jullie ga bedanken voor het kijken. Ja. En dat doe ik nu zo naar de camera toe. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie je gewoon weer in de volgende aflevering. Adieu!